Goeiedag. Ik zou u vandaag graag iets vertellen, eerder in het algemeen, over de vraag wat kritisch denken is. Dat is niet zo eenvoudig en ik moet het beperken tot een kwartiertje, maximum 20 minuten. Ik ga mijn best doen om binnen die tijd te blijven. Misschien wil ik er eerst op wijzen dat mensen nogal snel van zichzelf vinden dat hun denken kritisch is. Er zijn niet zoveel mensen die van zichzelf denken dat ze voortdurend naïef zijn, dat je hen van alles kunt wijsmaken, dat ze niet zo goed in staat zijn om de betere van de slechtere informatie te onderscheiden. De meeste mensen denken van zichzelf dat ze toch wel een soort ingebouwde filter hebben om de zin van de onzin te onderscheiden en dat ze dus in die zin kritisch kunnen nadenken. Ik denk dat dat niet kan kloppen, omdat we anders niet al die pseudowetenschappen, complottheorieën, al dat bijgeloof enzovoort enzovoort, als je dat over de eeuwen heen bekijkt, maar tot op de dag van vandaag, er is massaal veel informatie aan het rondcirculeren die echt niet deugt. Hè. Daar kunnen we dus niet omheen, denk ik. Het probleem is, in een zekere zin, mensen zijn best wel intelligent. En als mensen van zichzelf weten dat ze toch een zekere intelligentie hebben, dan gaan ze ook al snel denken dat ze quasi spontaan, automatisch ook, in staat zijn tot kritisch denken. Maar het zijn eigenlijk twee zaken die je moet van elkaar onderscheiden. Mensen gebruiken vaak hun intelligentie, hun vermogens tot redeneren, om argumenten te vinden om opvattingen te ondersteunen die niet deugen. Dus men denkt dan kritisch te denken, maar eigenlijk denk je jezelf de mist in. Ik denk dat dat voor een deel verklaart waarom dus vaak verstandige mensen, zeer verstandige mensen misschien zelfs, wat dat nu ook mag willen zeggen, soms de gekste theorieën verdedigen. Ja, een bijna voor de hand liggend voorbeeld. Denk aan de bewering dat de aarde plat is. Zo'n beetje bijna spreekwoordelijk zo. Ja. Hoe fout kun je zijn als je denkt dat de aarde plat is? Maar er zijn ook vandaag de dag mensen die dat echt denken. En naar verluid zijn er zelfs steeds meer. Mensen die zich laten aansteken door anderen die denken dat de aarde plat is. En die dus er zelf ook van overtuigd geraken dat dat effectief ook zo is. En dat we dus gigantisch bedrogen worden. Door de wetenschap uiteraard, in het onderwijs, en gaan ze maar door. De aarde is helemaal niet rond of bolvormig, nee, ze is in werkelijkheid plat. En die mensen hebben daar vaak wel argumenten voor, hè, die verstandig klinken op zijn minst. Hè. Je kunt niet verstandig zijn en dit soort rationaliseringen bedenken en op een min of meer heldere manier naar voren brengen. Dus die mensen gebruiken hun verstand en intelligentie om redenen te bedenken en naar voren te brengen, om iets te verdedigen, de aarde is niet rond maar plat, dat helemaal niet klopt, maar zelf zijn ze ervan overtuigd dat ze zeer kritisch nadenken. En dat het net alle anderen zijn die onkritisch nadenken, die niet in staat zijn om te zien hoe de zaken echt in elkaar zitten en gaan zo maar door. Dus het is niet op 1, 2, 3 duidelijk wat kritisch denken wel en niet is. Nu, wat ik nu ga doen, ik ga eerst proberen wat dieper uit te leggen hoe het komt dat het toch vrij moeilijk is om kritisch te denken, wat de hinderpalen zijn, en dan daarna wil ik een paar vuistregels meegeven voor wat ze waard zijn, om misschien een meer precieze kijk te verwerven op wat kritisch denken dan wel mag zijn. Goed, maar eerst, waarom loopt het vaak fout? Er zijn daar meerdere redenen. Ik pik er een paar uit waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Misschien het eerste, kritisch denken is niet een, wat je zou kunnen noemen, een natuurlijk iets. Denken wel, dat doen we vrij spontaan. Kinderen beginnen op een bepaalde leeftijd, eigenlijk vanzelf als het ware, over van alles en nog wat na te denken. Maar dat wil niet zeggen dat ze in staat zijn tot kritisch nadenken. Je kunt kinderen toch behoorlijk veel wijs maken. Ja, ze zullen wel kritische vragen stellen enzovoort. Maar ze zullen blijkbaar toch
de antwoorden die ze krijgen van hun ouders of van figuren met gezag, antwoorden die in hun groep circuleren, ze nemen die over het algemeen toch vrij moeiteloos aan. Hoe fout die antwoorden ook wel mogen zijn. Ik vergelijk het met leren praten. Leren praten voor een kind is een zeer natuurlijk iets. Maar leren schrijven en lezen, ja, dat vergt toch wel wat inspanning. Daar moet je voor naar school, dan moet je echt leren, dan moet je investeren, dat moet je oefenen. En zo zie ik ook het verschil tussen spontaan, intuïtief denken enerzijds en kritisch nadenken anderzijds. Dat komt voor een stuk wel overeen met System 1 en System 2 van ons denken, zoals de psycholoog Daniel Kahneman dat heeft naar voren gebracht. Het systeem 1 is intuïtief, is direct, is spontaan, kan zeer nuttig zijn, maar ja, we gaan daardoor ook vaak de mist in. Systeem 2 is traag, is bedachtzaam, is meer met je neocortex, zo je wil, kost meer tijd, levert in de long run wel betere informatie op, maar heeft als nadeel ja, dat het wel een tijdje duurt, dat je echt wel inspanning moet voor doen om tot betrouwbare kennis te komen. Dus dat is één punt, het komt niet van nature uit. En eigenlijk heel weinig mensen, denk ik, denken na over de manier waarop ze denken. Dus kritisch denken veronderstelt een soort metadenken. Je moet je denken zelf in vraag gaan stellen. Dat betekent dat je dus je moet afvragen, ja, hoe komt het nu dat ik zus of zo over iets denk? Wat zijn mijn redenen daarvoor? Klopt mijn argumentatie? Zitten daar geen valse veronderstellingen in? Geen drogredenen? Zijn de feiten waar ik vanuit ga wel betrouwbaar? Wat zijn mijn bronnen? Enzovoort. We doen dat eigenlijk maar zelden. Hè? Op die manier over onze eigen gedachten nadenken. Laat staan dus dat we het op een systematische manier ingebakken als het ware hebben in onze cognitie. Dus kritisch denken is in die zin een cultureel iets, wat we natuurlijk doen met ja, onze biopsychologisch-cognitieve vermogens, maar het is een cultureel iets in die zin dat het zich eigenlijk pas begint te ontwikkelen, ja, misschien bij de oude Grieken, het ontstaan van de filosofie, de wiskunde, en dan moeten we al een grote sprong maken richting 16e, 17e eeuw, waar de wetenschappelijke methode of methodes zich ontwikkelen. Dus als je dat historisch bekijkt, dan zie je een aantal momenten in de menselijke geschiedenis, culturele geschiedenis, waar het kritische denken doorgebroken is, waar mensen zijn gaan beseffen, ja, als we het louter overlaten aan onze intuïtieve, spontane benadering van hoe de dingen in elkaar zitten, dan komen we er niet. Hè. Dan gaan we blijven opgezadeld zitten met heel wat foute informatie. Dan een tweede puntje waarom het vaak moeilijk is om helder kritisch te denken. Dat is omdat in ons denken zelf, ja, bugs zou je kunnen zeggen, ingebakken zitten. Het brein leidt ons niet spontaan zomaar naar de waarheid. De waarheid is een beetje een gevaarlijk begrip, maar laten we zeggen, de meest betrouwbare kennis. Dat gaat dus zeker niet zomaar spontaan. Het brein is bij wijze van spreken niet geëvolueerd om de waarheid te leren kennen, maar om ja, te denken, te redeneren in functie van overleving en voortplanting. Dus het komt niet vanzelf. Het bekomen van betrouwbare informatie vergt op zichzelf veel inspanning. Maar we worden bovendien ook geconfronteerd met die bugs, noem ik het nu maar, die constructiefouten, is misschien een beter woord, in onze cognitieve vermogens, dus de vermogens waarmee wij denken. En iemand als Daniel Kahneman, die ik al vermeldde, heeft verschillende van die bugs blootgelegd. Hè. Het blijkt dus, ja, we maken veel te snel veralgemeningen, we vertrouwen op anekdotes, we nemen vaak het eerste het beste dat in ons opkomt als referentiepunt of als ankerpunt om over andere zaken te gaan nadenken. We zijn slecht in waarschijnlijkheidsrekenen. We denken dat iets wat eigenlijk puur toeval is, misschien toch zeer betekenisvol is en ga zo maar door. Dus wie daar meer over weet, ja, moet je dan een beetje bezighouden toch met de studie van het werk van mensen als Kahneman. Dit is toch een deel van wat het betekent om kritisch te leren denken,
Want op die manier snap je dus zelf ook wat de bugs, als het ware, in je eigen denken zijn. Nu, dat is problematisch omdat wij ergens van nature uit voortdurend zoeken naar patronen, naar betekenis, naar samenhang, naar orde, naar wetmatigheden, zo je wil. En als we die niet vinden via de wetenschap, of we kennen de wetenschappelijke informatie daar niet over, dan gaat ons brein die als het ware vanzelf gaan invullen. Ik denk dat dat een bron is van heel veel vormen van bijgeloof. Je legt dan verbanden die eigenlijk niet bestaan. Maar ook op een complexer niveau van pseudowetenschappen of van complottheorieën, waar men natuurlijk ook oorzaken zoekt om gevolgen te verklaren, om patronen denkt te zien. Denkt dat er bepaalde krachten zijn die verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd enzovoort. Dus dat lijkt allemaal wel goed op hoe de wetenschap werkt. Maar het leidt niettemin tot onbetrouwbare, tot valse kennis. Dus dat zijn een aantal redenen waarom het moeilijk is om oprecht, authentiek, kritisch te denken. Er zijn er nog andere, onder meer dat we goed zijn in zelfbedrog, dat we slecht zijn in het veranderen van opinie. Ook al zouden de feiten, de gegevens ons daartoe dwingen. We zijn sterk onder de indruk al snel van anekdotiek, iets wat je persoonlijk hebt gezien of beleefd. Dat overroelt als het ware vaak betere informatie. Stel je hebt een kwakzalvermiddeltje genomen en je geraakt van je hoofdpijn vanaf. Ja, dan kan dat al voldoende zijn om je daar geloof te laten aanhechten. Dat middeltje echt gewerkt heeft. Terwijl er natuurlijk allerlei andere verklaringen kunnen zijn waarom je hoofdpijn is verdwenen. Dus uitgaan van de kracht van anekdotiek maakt het moeilijk. Ook we zijn gevoelig voor groepsdruk. Dus hoe de groep denkt, zo denken wij vaak zelf ook. We willen niet denken zoals de andere groep enzovoort. Dus dat zijn allerlei psychologische mechanismen die het moeilijk maken om kritisch te denken. Nu, ik had u beloofd een paar vuistregeltjes mee te geven van wat je dan wel moet doen. Dus dat ga ik nu nog doen en daarmee dan eigenlijk ook eindigen. Ik denk het eerste wat ik wil meegeven, dat gaat al terug tot mensen als David Hume in de 18e eeuw, dat is dat je je opvattingen moet proportioneren ten opzichte van het bewijsmateriaal, de data, de gegevens, de feiten zoals ze er zijn. In moderne termen uitgedrukt zegt men ook, kijk, hoe sterker een claim is, hoe sterker het bewijs ervoor moet zijn. Dus stel dat je geloof hecht aan zoiets als homeopathie of een of andere complottheorie of een paranormaal iets zoals telepathie of weet ik veel wat, dan moet je afvragen, kijk, dit is toch een vrij sterke claim, want dat is in strijd met allerlei gegevens die we uit de wetenschappen hebben en waar experimenten zijn gedaan en gaan zo maar door. Wat kan ik daar nu tegenover plaatsen? En als je dan vaststelt, ja, eigenlijk heb ik alleen maar die anekdote, die ene keer dat ik aan iemand dacht, en ik werd opgebeld, en sindsdien geloof ik in telepathie, ja, dan moet je inzien, als je dat wikt en weegt, dat weegt niet op tegen al die wetenschappelijke data die we hebben, en die ons eigenlijk aantonen dat het toch zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat zoiets als telepathie bestaat, of dat zoiets als homeopathie zou werken en gaan zo maar door. Dus hoe sterker een claim, hoe sterker uw bewijsmateriaal moet zijn. De vraag is hier natuurlijk, wat is dat dan een sterke claim? En daarvoor breng ik iets naar voren wat je als een soort tweede vuistregel kunt zien. Met name, je moet je opvattingen trachten in te kaderen in het geheel van de betrouwbare kennis die er is. En de metafoor daar die ik graag gebruik is die van een kruiswoordraadsel. En de term die je daar kunt opkleven is coherentisme. Een kruiswoordraadsel moet coherent zijn. In die zin, ja, de woorden, horizontaal, verticaal, moeten zich in elkaar kunnen vasthaken. Alles moet samenklikken, moet in die zin coherent zijn. En iedereen heeft wel al de vervelende ervaring gehad dat je denkt een moeilijk lang woord te hebben gevonden, maar dat klopt dan niet, stel je gaandeweg vast, want het strookt niet met andere woorden die je hebt. En in het begin blijf je vasthouden aan dat ene woord en ga je op zoek naar alternatieven voor de andere woorden om dat toch te doen coherent zijn.
Maar uiteindelijk besef je, ja, dit kan dus niet. Wel nu, pseudowetenschappen bijvoorbeeld, dat zijn zoals woorden die niet passen in je kruiswoordraadsel. Kijk, als ik denk aan zoiets als het creationisme, ik hoef dat niet uit te leggen, iedereen kent dat. Je vult dat in je kruiswoordraadsel, creationisme. Wat je dan vaststelt is, dat strookt niet met geologie, niet met biologie, niet met astronomie, niet met genetica en ga zo maar door. Dus ofwel moet je al die woorden, dus wetenschappelijke disciplines, met al de kennis die daaraan vasthangt, ofwel moet je dat allemaal van tafel gooien en alternatieven bedenken, dus eigenlijk ook pseudowetenschappen daarvoor gaan bedenken, om toch maar vast te houden aan je woord creationisme. Ofwel zeg je, ja, nee, dit houdt eigenlijk geen steek. Ik vervang creationisme door evolutietheorie en dan passen al die andere termen, geologie, astronomie enzovoort, daar wel in. Dus strevend naar coherentie in je denken. Kan ik mijn opvattingen zinvol vastknopen aan andere gegevens, aan andere kennis die op hun beurt hun betrouwbaarheid hebben aangetoond, of kan ik dat niet? Hè? Dus dat zijn een paar vuistregels die ik u wou meegeven. Misschien tot slot, niet zozeer een vuistregel, misschien eerder een soort advies. Heel moeilijk, het lijkt voor de hand liggen, maar het is eigenlijk best moeilijk. We moeten natuurlijk bereid zijn om van opinie te veranderen. In het licht van nieuwe data, nieuwe gegevens, overtuigende informatie uiteraard, krachtige informatie, moeten we in staat zijn om van opinie te veranderen. En ik zou hier nog een laatste regeltje willen aan vastknopen. Je moet je natuurlijk kunnen afvragen, ja, wat zou ik nodig hebben aan informatie? En wat moet de kwaliteit, de kracht, de waarde daarvan zijn, om mij van opinie te doen veranderen? Dus we hebben allerlei meningen en opvattingen over van alles en nog wat. Het is van belang dat je niet voortdurend op zoek gaat, ook al is dat zeer menselijk, naar dat wat uw opinie bevestigt. Maar je moet je ook kunnen afvragen, kijk, ik denk nu zus of zo, maar wat heb ik nodig om in te zien dat ik hier geen gelijk zou hebben? Of dat het niet zou kloppen wat ik denk. Dus hou voortdurend de twijfel toch ergens levendig. Maar natuurlijk, tegelijkertijd moet je conservatief genoeg zijn, als het ware. Je hoeft niet voor het minste natuurlijk van opinie te veranderen. Zo, ik hoop dat u daar wat aan had. Graag tot de volgende keer.